opgelet, over 5 meter is een parkeergarage in- en uitrit, gevolgd door paaltjes op het voetpad. Het iBeacon-project gaat echt over navigatievoorzieningen voor blinden en slechtzienden. En dan voornamelijk buiten in een dichtbevolkte stad. Dat hebben we toen 6 maanden gedaan en toen was dat project zeg maar als student af. Maar dat was zo succesvol dat we toen besloten hebben dat als studentenassistent te doen. Dus toen ben ik in loondienst gekomen van de HVA. En daar is een best wel oké app-concept voor uitgekomen. En dat is ook opgepakt door een bedrijf. Nou ja, mijn contactpersoon bij de HVA, bij het lectoraat, dat was Joey van der Bie vanaf het begin. Je moet je voorstellen, Joey is meer iemand die mij begeleidt en die doet dan uit de focusgroepen alle vereisten opstellen en kijken van nou, wat willen we echt met die app. En dan gaat het bij mij, omdat ik als software engineer een studie deed, gaat het meer om hoe implementeren we die dingen in die app en hoe zorgen we ervoor dat verschillende onderdelen van elkaar geabstraheerd zijn, zodat het makkelijk onderhoudbaar is of herbruikbaar in de toekomst. Met Van der Bie had ik wekelijks een gesprek. En dat is dan een soort terugkoppeling op hoe ik wat ik allemaal gedaan heb die week en hoe ik dat heb aangepakt. Dus dat is wel zelfstandig en zelfsturend. In principe moet je natuurlijk gewoon wel zelf aanpakken en zelf een visie hebben hoe je die opdracht gaat volbrengen. Mocht je een onderzoeksgerichte stage willen doen of erover twijfelen, dan zou ik dat zeker aanraden als je nog een master wil doen hierna. Want het is echt bijna noodzakelijk voor de doorstroom. Ten eerste heb ik heel erg geleerd van ja, wat is dat nou echt blind en slechtziend zijn en wat voor gevolgen heeft dat? Voornamelijk met die focusgroepen. Dus dat was wel echt een soort eye-opener ook wel. Wat ik ook veel geleerd heb is zoveel mogelijk componenten die al bestaan hergebruiken. Want dat is iets dat je heel erg duur kan komen te staan als je telkens opnieuw het wiel uitvindt. Dat scheelt onwijs veel tijd en daar wordt het ook stabieler van. Dus dat zou ik studenten zeker aanraden om zoveel mogelijk naar bestaande componenten te kijken.